op de Groenmarkt en het is prachtig terrasjes weer. En dat komt goed uit, want vandaag is het Amersfooi. Dat betekent dat alle deelnemende zaken hun fooi volledig doneren aan het goede doel. Wij gaan een kijkje nemen. Hoe is Amersfooi ontstaan? Amersfooi is 3 jaar geleden ontstaan. Wij hadden als Rotaract organiseren we een project voor het goede doel. En Amersfooi is daar één project van. En de lokale horecaonderneming in Amersfooi die doneren hun fooi aan het goede doel. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Nou, wat wij doen is, we zijn in ieder geval met een aantal aanwezigen van onze club. We gaan wat horeca langs om te kijken of het allemaal goed gaat. En we twitteren natuurlijk om een beetje aandacht te krijgen. En ja, we vragen mensen op het terras om wat extra fooi af te staan. Het doel van vandaag is Stichting Leukemie. En Stichting Leukemie bestaat 10 jaar. We willen een lokale onderneming steunen, een lokaal goed doel steunen. Ingezet voor Amersfooi? Nou, we hebben natuurlijk alle fooien opgehaald. En we hebben ook een actie bedacht dat iedereen die meer dan 4 euro aan fooi geeft, krijgt zo'n lekker zakje koekjes mee. Gewoon om mensen wat meer te motiveren om gewoon veel te geven, gul te zijn. En om een keertje wat goeds te doen. En hoe is de tussenstand? De tussenstand? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb nog niet geteld, maar ik zie zowel minstens 20 euro. Ja, wel redelijk denk ik. Wat vindt u van de actie Amersfooi? Ja, het is een goede actie en makkelijk om mee te doen. Je zet een leuke pot neer met de uitnodiging om er wat fooitjes in te doen. En zo aan het einde van de dag heb je toch een aardig bedrag bij elkaar gesprokkeld. En alle kleine beetjes helpen. Dus we zijn ook benieuwd naar de eindstand. Ja, een hele bijzondere actie. En vanuit onze gasten krijgen we ook veel positieve reacties erover. Een hele drukke dag gehad vandaag. Dus volgens mij een hele goede dag voor de actie ook. Wordt er een beetje gefooid? Zeker. We hebben hele leuke reacties gehad. Mensen die toch even de pot lezen bij de kassa. En als je er dan even zelf wat over vertelt, dan zie je toch wel gauw dat mensen nog even wat extra erbij gooien. Dus leuk om te zien. Ga je ook extra hard je best doen in de bediening om een aantal extra fooien binnen te halen? Nou, we zijn hier natuurlijk altijd al gastvriendelijk. Maar als je er mensen op wijst, dan ontstaat er toch al gauw even een gesprek over. En ik merk wel dat dat heel erg werkt. Ja. Nee, top, dan dankjewel. Dat was echt zo lopen! Het goede doel van vandaag is de Stichting Leukemie. Kun je iets vertellen over de stichting? Het is 10 jaar geleden ontstaan, ook op initiatief van de academische ziekenhuizen, om naast het KWF, het grote kankeronderzoekinstituut, een kleine stichting te hebben voor specifiek leukemie. En het geld dat we ophalen gaat naar leukemieonderzoek.